De nachtmerrie van afgelopen vrijdag is geen boze droom, maar een harde realiteit. Door de kloek op bloed aan zijn borst, er moet nu een ambulance komen. Bij een steekpartij op een middelbare school in Zwolle is een 16-jarige leerling zwaar gewond geraakt. Handen tegen de muur! Ik zeg handen tegen de muur! Ze willen ons verhoren. Mag ik vragen wat ik hier doe? Ik heb geprobeerd hem te bellen, maar hij nam niet op. Maar ik was daar niet eens. Ze hadden gewoon mijn mes. Wie dit gedaan heeft, gaat boeten! Kaya had het uitgemaakt. In één keer, bam, hij wist niet waarom. Ik maak je helemaal kapot, heb ik zijn voicemail ingesproken. Je bent niets meer dan een goedkope slet met daddy issues. Ben je zenuwachtig? Je trilt een beetje. Ik wil vertellen hoe het is om 's ochtends wakker te worden en zwart te zijn. Ik heb alles uit de geschiedenisboeken op school geleerd vanuit een Nederlands perspectief. Hoe durf jij voor respect te praten? Toen was je zo boos dat je een mes tussen je rib hebt gepakt. Mes, kom op! Zo hebben je moeder en ik je toch niet opgevoed? 100% wit. Daar moet je maar eens met hem over praten, want leeft hij helemaal op. Hij heeft naar me gespuugd toen hij me zag. Ik hou ervan als je haar omhoog zit. En me uitgescholden voor iets dat ik niet ga herhalen. Ik val op mannen. Hij is homo dus. Iedereen is hier gelijk en iedereen mag roepen wat hij wil. Normaal. Maar niemand die zich in mij verdiept. Maar vind je dat niet lekker als ik een beetje aan je zit? Blijf van me af. Dit is een ode aan alle vrouwen. Trots op rood, wit, blauw. Trots op Nederland. Nederland. Wit, Nederland. Wit. Hou jullie bek en blijf weg met die stempel. Een drempel te ver wanneer ik zeg stop.